Brandbeer heeft een nieuw flesje geïntroduceerd, samen met nieuwe etiketten, nieuwe viltjes enzovoorts. Dit nieuwe design ving voor strak druk op alle producten en uitingen van de brand. En daarbij maken ze gebruik van flesje met er tekst in het glaas. Aan marketingmanager Mark Scholte de vraag, wie bijzonder is dit? Ja, ik denk heel bijzonder, omdat we voorheen zaten in een bruine fles die heel veel merken hadden. En nu hebben we uiteindelijk gewoon weer een fles die echt van een brandbierbrouwerij is. Met dat wat ook letterlijk in de fles staat. Dus je proeft niet alleen zometeen brand, maar je ziet het ook, maar je voelt het ook nog eens een keertje. Dus ik denk dat het een hele belangrijke grote stap is. De nieuwe fles maakt ook veel indruk op oud-directeur Thijs Brand. Ik heb dit zelf nooit op die manier meegemaakt. Uiteindelijk hebben wij wel etiket laten ontwikkelen. En dat is een meneer B, Eugene B, die daar aan gewerkt heeft. Hij is ook vandaag hier. En het is dan toch wel heel leuk dat je dan heel snel even in dat verleden duikt. Wat voor ons alle twee eigenlijk heel spannend is geweest. Die allereerste fles dat ik heb gezien van Brand was iets van 1900. Is een ovale groene fles. Een soort van met een leuke embossment in glas, zonder etiket. En als je daarna kijkt, is echt terug naar de authenticiteit van bier en hoe het was vroeger. Die vond ik zo wonderlijk dat dat kon bestaan. En in deze nieuwe design hebben we wel dat als inspiratie gebruikt. Maar ik moet eerlijk zeggen, hebben we wel veel vrijheid gekregen. Omdat ik werk voor Brand vanaf 1982. En wat nu uitkomt, ben ik zo blij mee. Omdat dit terug naar die oorspronkelijke uitspraak van mij over die inspiratie van de fles van 1900. Ik vind het, als je de twee naast elkaar ziet in de opstelling daar. Dan vind ik wel, dat is de inspiratie en dat zie je wel. Dat die inspiratie van 1900 is terug te vinden op deze nieuwe fles van 2000+. We zijn hier 2 jaar geleden mee begonnen. Eigenlijk met het gedachtegoed om Brand een bijzondere verpakking te gaan geven. En ook een meer bijzondere aanpak. En dat is begonnen met kleine etiketjes. En uiteindelijk werd het en een nieuwe fles en nieuwe sixpacks en een nieuw krat. En nieuwe blikken ook nog eens een keer. Die zijn nog helemaal niet aan bod gekomen vandaag, geloof ik. Dus het is een heel groot proces, 2 jaar lang. Vanuit marketing, dan begint het mee. En vanuit samen met ons designbureau. Maar ja, op een gegeven moment, de collega's op de brouwerij, die hebben op een gegeven moment het werk moeten doen. Door al die afwijkende formaten moest alles worden aangepast. En dan is het een heel complex verhaal. Ik denk dat je altijd op zoek moet gaan naar nieuwe dingen. Niks blijft hetzelfde. Consumenten willen ook op een gegeven moment serieus genomen worden. Willen, ook al ben je nog zo trouw, en heb je nog zo'n goede band op met zo'n klant opgebouwd, dan nog verlangt die klant dat jij ook wel eens met iets nieuws komt. Op vrijdag 9 mei presenteerde de Gulpener Beerbrouwerie haar nieuwste beer, het zogenaamde Oerhop, bij het Food Film Festival in Amsterdam. Aan directeur Jan-Paul Rutte de vraag waarom ze voor deze presentatie uitgeweken zijn naar Amsterdam. Kijk, onze roots liggen natuurlijk heel duidelijk in Gulpen in Limburg. En we zijn ook echt een Limburgse brouwerij. Maar we zitten door het hele land met onze producten. En de rest van het land, met name het Westen, is ook echt heel belangrijk voor ons. En wat we hier hebben gevonden is het Food Film Festival. En dat is een festival van hele bewuste consumenten, hele bewuste mensen die heel bewust met eten en drinken bezig zijn. Waarbij het gaat van waar wordt het gemaakt, wie maakt het, wat voor een middelen, is het milieuvriendelijk of niet. Nou, die verzamelen zich hier in dit festival. En het is een heel prestigieus festival dat enorm in opkomst is. En daarom hebben we gezegd, nou, dan gaan we ons bier hier in het Westen presenteren. Dat was de reden. 4 jaar geleden zaten we met elkaar om de keukentafel. En toen hadden we het over, hoe kunnen we nou mensen het verhaal vertellen over goed voedsel en waar voedsel vandaan komt. Want eigenlijk in onze maatschappij is daar
vinden wij te weinig aandacht voor. Gelukkig begint dat nu ook wel weer echt terug te komen. Ja, en een van de manieren waarop je goed verhalen kan vertellen is natuurlijk middels films. En er zijn zoveel mooie foodfilms gemaakt dat we dachten van daar moeten we gewoon echt over nadenken. Hoe we dat kunnen inzetten om die verhalen die we belangrijk vinden te vertellen. Dus toen dachten we, we gaan een festival organiseren met de mooiste foodfilms van elk jaar. Dus documentaires, speelfilms, noem het maar op. Alles kan als het over food gaat of met food gemaakt is. Want je hebt ook hele films die helemaal geanimeerd zijn met komkommers en met food. Die vinden hier een plaats en die willen we elk jaar aan het publiek vertonen. Nou, allereerst is het een bier wat toch veel bitterder is dan gangbaar. Dat is één. 32 bitter eenheden. Dat wil zeggen, als je een normaal pilsje hebt, dan zitten ze rond de 20. Dus het is aanzienlijk bitter. En daarnaast is het ongefiltreerd. Het is een bier wat we niet filtreren. Daarom heeft het ook een beetje een natuurlijke waas en de troebeling, zeg maar, in zich. Wat de volmondigheid en de smaakkarakter ook te goed komt. En het andere is dat het een hoeveelheid hopgift heeft die niet gebruikelijk is in de brouwerie. En dat wil zeggen dat ze hop geeft aan het bier na koken. En zeg maar in het jongbier en meer. En dan krijgt ze een hele andere hoppige, bloemige, fruitige accent aan het bier. En dat is toch wel een onderscheidende aspecten. Ja. Ja. En we zijn op zoek gegaan naar een techniek waarbij we de kwaliteit van de hop, en dan bedoelen we niet zozeer de bitterheid, maar met name de geuren, de aroma's, die wilden we heel erg naar voren laten komen. En dat doen we door een techniek dat heet dry hopping, drooghoppen. Dat is nog nooit toegepast door grotere brouwerijen in Nederland. We zijn de eerste die dat doen. Maar daardoor krijg je een enorm sterke aroma aan het bier. En dat is een hele overweldigende smaak. En dat is erg mooi. Goed gelukt, gelukkig. Het is een ongefiltreerd bier, hè, zoals ik al gezegd heb. Dus wat de bedoeling is, dat ze dan voor het drinken, als ze zeg maar een beetje een homogene, egale waas en troebeling in het bier wil krijgen, dat ze het even omkantelt. Wat bereikt ze daarmee? Dat alle partikeldeeltjes, vaste troebelingdeeltjes die in het bier dan zitten, omdat dat niet gefiltreerd is, zeg maar homogeen in het volume zeg maar verdeeld worden. Dus als het flesje dan uitschenkt, dat je dan een mooie egale waas in de troebeling zeg maar in het glas krijgt. Ja. Nathalie, Zumba, fitness of dans? Zumba is van allebei een beetje. Ik mag eigenlijk helemaal niet zeggen of het fitness of dans is, want vroeg me in de maandag van Zumba, wat is dat? Zeg ik, is dans? Ja, dan komen die sowieso al niet. Zeg tegen een dame van wat is Zumba? Zeg ze, dat is fitness? Ja, dan blijven die vaker weg. Dus vandaar, Zumba is eigenlijk een combinatie tussen dans en fitness, van allebei een beetje. Probeer erin te groeien. See you.
Ik denk dat Zumba absoluut nog wel, nog altijd upcoming, maar het draait nog altijd over de ganse wereld eigenlijk. Afgelopen weekend is nog een grote bijeenkomst geweest op de FIBO in Keulen, fitnessbeurs. Daar zijn er nog heel veel, een Zumba Academy is zo geweest. Daar is ook genoeg te doen geweest rondom de Zumba en overal, oestig en skiki in de dorpen rondom hem. Is ook overal wel een klas te vinden, denk ik, ja. In eerste instantie is Zumba Latijns-Amerikaanse muziek, maar daarnaast ook een klein stukje een beetje chartmuziek en wat de mensen in de klas eigenlijk leuk vinden. Dat probeer ze ook een beetje mee op te pikken en dat met te nemen in de klas. En van zo heel verschillende leerlingen, hoe past dat aan? Ja, dat is weer lastig, maar grote oren open houden. En natuurlijk ook een beetje wat ze zelf, hoe ze zelf de energie in het kind laten. Kijk, ik denk als ze zelf de groot veel bij de muziek wat ze draait, dan straalt ze dat ook goed op de leerlingen. Dan ben ze zelf vrolijk en dat werkt op de leerlingen en andersom ook wel natuurlijk. Je begint met een drietal liedjes, gaat rustiger aan, een beetje warming up. En dan probeer ik, gaat heftigere liedjes en probeer ik af en toe ook rustigere liedjes. Maar dat lukt me niet zo gans, goede geluk. Dat de dames bij mij in de klas dat niet zo gans erg vinden. Die houden wel van een beetje springen aan pet. Dus wat dat betreft, en dan de laatste 2-3 liedjes, door het sowieso gaat rustiger aan. Tot in ieder geval de afslag weer gaat omliegen kent. En dan ook een beetje rekken en strijken op het laatste. Dat betekent eigenlijk dat iedereen aan de Zumba moet. Absoluut, manslui, vrolui. Hier zorg ik vandaag alleen maar vrolui. Maar er zijn nog genoeg manslui in de omgeving wat ook Zumba doen. Zumba-instructeurs zijn ook manslui. Dus wat dat betreft, iedereen, jong en oud, iedereen is welkom, zeker weten. Mooi, ik heb met ons aan het zingen.
ons gemeentebestuur, namens iedereen die hier betrokken is bij de organisatie van de activiteiten, van harte welkom. En natuurlijk in het bijzonder aan de mensen die gisteren een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Gisteren hebben we met ons voltallig college aan 4 mensen uit onze gemeente een onderscheiding overhandigd. En graag stel ik straks de gedecoreerde nog eens persoonlijk aan u voor. En ook in het afgelopen jaar zijn er nog meer mensen geweest die de versiersel opgespeld hebben gekregen als dank voor hun inspanningen, als dank voor hun diepgaand gevoel van saamhorigheid. En u weet, ik wil heel graag altijd vanochtend even die mensen weer aan u voorstellen en heel kort langs hun staat van verdiensten lopen. Daarbij doe ik mensen altijd tekort. Ik ga afkorten, ik ga dingen weglaten, anders duurt het allemaal veel te lang. En toch even met elkaar stilstaan bij al die activiteiten. 6 mensen kregen bij een bijzondere gelegenheid afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding. En er is ook nog een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt. Ik loop eens even langs al die mensen. Wij mochten op 28 maart een gemeentelijke onderscheiding uitreiken aan de heer Mark Slenter uit Gulpen. En die is er. Gedurende het jaar mochten wij een aantal koninklijke onderscheidingen uitreiken. Wij mochten op 10 november 2013 aan de heer Huub Bos een koninklijke onderscheiding uitreiken bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als voorzitter van de aquariumvereniging Terra Culinaria. De heer Bos was vanochtend verhinderd, heb ik begrepen, om hier aanwezig te zijn. Ik kom bij de heer Theo Daalmans uit IJs. En die is er. Op maandag 24 maart hebben we een koninklijke onderscheiding mogen uitreiken aan de heer Rob Lubbers uit Elkenraden. En ook die is aanwezig. Ja, dames en heren, ik zei het al, er is een nieuw college geïnstalleerd gisteren. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest. En bij gelegenheid van de installatie van onze nieuwe gemeenteraad hebben we ook een 2-tal raadsleden afscheid genomen die ook een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Dan kom ik allereerst bij de heer Ger Brands uit Wielre. En ook de heer Jack Dukkers uit IJs ontving bij die gelegenheid een koninklijke onderscheiding. Ik heb hem vanochtend hier niet gezien, hij is verhinderd. Ja, dames en heren, ik zei het al. Gisteren mochten wij met ons voltallige college aan 4 mensen een koninklijke onderscheiding bij gelegenheid van Koningsdag uitreiken. En graag, u heeft ze net de hand kunnen schudden op u voor, stel ik ze nog eens nader aan u voor. De heer Aalmans uit Wielre. Gisterochtend om 9 uur hebben we daar het huis vol laten lopen. Van de Wielre gingen wij gisteren naar Partij Witten, naar mevrouw Scheurs Jansen. Ja, dames en heren, als ik de volgende aan u introduceer, dan moet ik wel zeggen dat het wel heel toepasselijk is dat we vandaag hier in Argentschiel zijn. Hè? Leo Jaspers. En wij eindigden onze tocht gisteren terug in Gulpen bij de heer Jo Nix. Dames en heren, dat bedoelde ik dus toen ik hier daarnet opende door te zeggen ik ben trots om altijd hier voor deze zaal te staan. Je ziet hoeveel activiteiten er verzet worden voor die gemeenschap. Ik feliciteer hier heel graag nogmaals namens ons gemeentebestuur alle gedecoreerden en hun familie. Thank you.
Ik vraag nu een driewerf hoera voor onze koning. Leve de koning! Hoera!